Hoi, leuk dat je kijkt naar deze Tijd van Aanbidding. De eerste van hopelijk een serie avonden waarin ik jou mee wil nemen in gewoon een tijd van aanbidding, een tijd waarin we God zoeken. En ik zal wat liederen zingen, maar ik heb ook een stukje uit Gods woord dat ik met jullie wil delen. En ik hoop dat het tot opbouw is van je geloof. Ik begin deze avond met een lied en dat heet You Are My All in All. Het is een geloofsbelijdenis eigenlijk waarin we uitspreken dat Jezus alles voor ons is. You Are My All in All. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up I'd be a fool. You are my all in all. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Oh Jesus, Lamb of God, wat zou ik nog meer wensen? In uw huis te mogen wonen is genoeg. Waarom zou ik nog bang zijn? Ja, uw vleugels van bescherming zijn genoeg. En de wetenschap dat u mij leidt, een plan met mij hebt voorbereid, dat is genoeg. Uw liefde die mijn hart vervult, dat u mij vormt met veel geduld, dat is voor mij genoeg. Ik hoef niet te presteren, want trouw zijn in mijn werk, dat is genoeg. Nee, niet de goedkeuring van mensen,
Maar de rust die komt van u, dat is genoeg. O, en wat de wereld ook belooft, de hoop van wie in u gelooft, die is genoeg. Ja, het uitzicht op gerechtigheid, als u straks komt in heerlijkheid, dat is voor mij genoeg. Dus ik wil daaruit gaan leven, uit de schatten die u voor mij hebt bewaard. Want u heeft zoveel mij gegeven, maar te weinig heb ik echt bewust aanvaard. O, ik ben een kind van u, de koning. Uw paleis is ook mijn woning. Van u te mogen zijn is zoveel waard. Ik wil zoveel graag ervaren, maar gewoon uw woord geloven is genoeg. Ja, wat is er nog meer nodig? Het offer aan het kruishout is genoeg. En al zijn mijn zonden nog zo groot, het bloed dat u voor mij vergoot, dat is genoeg. Ja, de grote prijs door u betaald, de overwinning is behaald. Dat is voor mij genoeg. Dus ik wil daaruit gaan leven, uit de schatten die u voor mij hebt bewaard. Ja, u heeft zoveel mij gegeven, maar te weinig heb ik echt bewust aanvaard. O, ik ben een kind van u, de koning. Uw paleis is ook mijn woning. Van u te mogen zijn is zoveel waard. Ja, van u te mogen zijn is zoveel waard. O, van u te mogen zijn is zoveel waard. Ja, ik wil met jullie de Bijbel openen. Het is mooi om te bedenken dat Gods woord altijd levend en krachtig is, in welke situatie we ook zitten. En daarom vind ik het mooi ook om de Bijbel te openen. Ik wil iets met jullie delen wat mij altijd heel erg bemoedigd heeft. Zeker als we leven in een tijd van crisis, een tijd van misschien moeilijke persoonlijke omstandigheden, is het heel goed om op te kijken naar Jezus, naar het lijden wat hij heeft doorstaan. En ik wil jullie meenemen naar Gethsemane. Het was zo dat Jezus, vlak voordat hij aan het kruis ging sterven, dat hij met zijn discipelen het laatste avondmaal vierde, zoals dat wordt genoemd. En dan staat dat hij afdaalt vanuit de bovenstad van Jeruzalem richting de beek Kidron. En die steekt hij dan over. En dan komt hij daar aan de overkant van de beek aan de voet van de Olijfberg in een hof. En die wordt Gethsemane genoemd. En daar begint eigenlijk het lijden van de Heer Jezus. Omdat je daar ziet dat hij ook heel bedroefd en angstig begint te worden. Ik lees daarover uit Matteüs 26. Daar staat vanaf vers 36. Toen ging Jezus met hen naar een plaats die Gethsemane heette. En hij zei tegen de discipelen: ga hier zitten, terwijl ik daar ga bidden. En hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met zich mee en begon bedroefd en zeer angstig te worden. Nou, op deze plek hier in Gethsemane zien we dus eigenlijk dat Jezus op een dieptepunt komt. Hij begint zeer angstig te worden. En zo kenden wij Jezus eigenlijk helemaal niet. Wij kenden Jezus als iemand die misschien nergens bang voor was. Zelfs niet voor de storm op het meer. Hij was niet bang voor de demonen. Hij was niet bang voor een hele groep van leiders van het volk die zich tegen hem keerde.
Maar hier begint hij angstig te worden. En dat heeft ermee te maken dat hij gaat ervaren dat het lijden, de hele zonde, last van de wereld als het ware op zijn schouders komt. En het is niet voor niets dat dat eigenlijk gebeurt op een plek die Gethsemane wordt genoemd. En dat heeft heel veel te zeggen. Het is namelijk zo dat Gethsemane betekent, en dat komt van het woord Gatsmanim, en dat betekent olijfpers. Dus Jezus is daar aan de voet van de olijfberg. Die stond in de tijd van Jezus helemaal vol met olijfbomen. Ook nog op een plek die de olijfpers wordt genoemd. En hij is de gezalfde, de Messias, de met olijfolie gezalfde. Dus het thema van de olijfolie en van de olijfbomen zie je daar elke keer terugkomen. En dat heeft heel veel te betekenen. Het was namelijk zo dat olijfolie in de tijd van de Bijbel ontzettend belangrijk was. En dat, dat is vandaag de dag misschien nog steeds. Maar toen was dat helemaal zo. Het werd gebruikt voor het aansteken van de lampen. Olijfolie werd ook gebruikt voor medicijnen, voor parfum, voor het, je huid als het ware ermee zacht te maken als het een tijd van hitte was. Het werd dus overal voor gebruikt en olijfolie was dus een enorme zegen. Maar om olijfolie te krijgen moest er iets gebeuren. Dat was dat olijven werden geperst in een pers. Ze moesten worden verbrijzeld. En het is daarom denk ik niet voor niets dat Jezus op een plek die olijfpers wordt genoemd, als het ware ook wordt gepest, als je dat zo kan zeggen. Hij wordt verbrijzeld. Verbrijzeld klinkt voor ons misschien wel heel heftig om dat zo te zeggen, maar dat zegt de Bijbel zelf. Er staat in Jesaja 53 dat het de Heere behaagde om hem te verbrijzelen. Dus het is zo dat Jezus daar die diepste weg is gegaan. Hij werd als het ware gepest voor ons, omdat net zoals olie alleen voort kan komen uit het verbrijzelen van olijven, zo moest Jezus dat lijden doorstaan om uiteindelijk de zegen voor de wereld te geven. En ja, dan zie je dus dat Jezus in een enorme strijd komt. Hij gaat bloed zweten en je ziet dat hij het heel moeilijk heeft. Hij gaat dan bidden naar zijn vader en hij bidt: mijn vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Maar dan zegt hij er ook achteraan: maar niet zoals ik wil, maar zoals u wilt. En Jezus bidt dit niet één keer, maar hij bidt het drie keer. Er staat dat hij dit later nog een keer bidt en dan ook nog voor de derde keer. Dus Jezus bidt als het ware drie keer of deze last van hem mag worden weggenomen. Maar dan zegt hij er ook achteraan: maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dan kiest hij er toch voor om die weg van het lijden te gaan. Dat is heel bijzonder als je ook bedenkt dat vroeger olijven ook drie keer werden gepest. Om de optimale olijfolie uit de olijven te krijgen, was er drie keer een persing nodig. De eerste keer een persing, de tweede keer nog zwaarder, nog heviger. En de laatste persing, die was bedoeld om dat allerlaatste beetje olie uit de olijf te krijgen. En zo zie je als het ware dat Jezus op die plek Gethsemane, de olijfpers, ook als het ware drie keer wordt gepest. Hij heeft drie keer zo'n moment van ontzagwekkend lijden. Maar het is zo geweldig mooi. Het lijden van Jezus, dat dient niet voor niets. Uiteindelijk weten we dat hij door deze weg te gaan, uiteindelijk de weg heeft gebaand voor eeuwig leven. En iedereen die in hem gelooft, die mag delen in die zegen. Net zo goed als door het verbrijzelen van de olijven uiteindelijk daar zegen kwam voor het hele land, voor heel veel facetten van het leven. Zo is door het persen van Jezus, door zijn lijdensweg, uiteindelijk de zegen voor de hele wereld gekomen. Dat is zo'n bemoediging. Ook als wij in een tijd van crisis zitten, of we moeten misschien lijden vanwege ons geloof. Lijden is misschien een groot woord, maar misschien ervaren we wel tegenstand, moeilijke omstandigheden, omdat we keuzes voor God maken. Dan mogen we weten dat Jezus die weg voor ons is gegaan. En het is heel bijzonder om ook te lezen in Hebreeën dat er staat dat Jezus met ons kan meevoelen. Juist omdat hij al deze verzoeking heeft gekend. Alleen wel met een verschil, namelijk dat hij daar niet in zondigde. En daarom mogen we met vrijmoedigheid naar Jezus toe gaan. Om hulp ook te verkrijgen als we dat nodig hebben in onze moeilijke omstandigheden. Nou, daar mogen we mee bemoedigd het nieuwe jaar in gaan. En ik wil een lied zingen wat gaat over aan de ene kant de vernedering van Jezus, maar ook zijn verhoging. Want uiteindelijk zit hij nu aan de rechterhand van God, van waar hij ook zal komen als grote koning. Ja.
heeft overwonnen, Jezus de Messias, heel de weg is Hij gegaan. Ondanks al het lijden, was Hij vastbesloten om in onze plaats te staan. God werd een mens, eerst vernederd, toen verhoogd, en nu aan de rechterhand van God. Zoals Hij opsteeg, verwachten wij Hem terug. De schepping ziet uit naar Jezus' komst. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat Hij die het hoort zeggen kom. Heer Jezus, kom. Heer Jezus, kom. Laat wie dorst heeft nu komen bij Hem. Neem het levende water van Hem. Voor niets van Hem. Voor niets van Hem. Wordt Gods naam aanbeden, engelen buigen zich neer. Oudsten op de tronen, in hun witte kleren, ook zij knielen voor de Heer. Eer aan het Lam dat het lijden heeft doorstaan, o Hem komt toe heerlijkheid en macht. Elk oog zal zien hoe Hij terugkomt op een wolk. Hij komt voor wie waakt en Hem verwacht. En de geest en de bruid zeggen kom. En laat Hij die het hoort zeggen kom. Heer Jezus kom. Heer Jezus kom. Laat wie dorst heeft nu komen bij Hem. Neem het levende water van Hem. Voor niets van Hem. Voor niets van Hem. Ja, de geest en de bruid zeggen kom. En laat Hij die het hoort zeggen kom. Heer Jezus, kom. Heer Jezus, kom. Laat wie dorst heeft nu komen bij Hem. Neem het levende water van Hem. Voor niets van Hem. Van Hem. Hemelse Vader, wil u danken dat u uw Zoon heeft gezonden en dat u, Heer Jezus, die weg bent gegaan van het lijden, van de complete, de compleet diepste weg eigenlijk die een mens kan gaan. U bent het gegaan en eigenlijk niemand heeft dat kunnen doen dan u alleen. Heer, we danken u daarvoor en dank u wel ook dat u met ons lijden mee kan voelen en dat we mogen weten dat uiteindelijk ook in de moeilijke omstandigheden juist u iets goeds bewerkt. En we zien er ook naar uit, Heer, om u te zien als u komt in glorie, in majesteit, als koning van deze wereld. En we willen u prijzen om wie u bent. Amen. Volgende lied is een danklied
Eigenlijk voor de alledaagse dingen die God geeft, waar we niks voor hebben hoeven betalen. Ik wil u danken. U liet de zon vanochtend opgaan, iedere dag is een geschenk. Ik voel me rijk, een koningskind, als ik aan uw gaven denk. Hoe u mij altijd heeft bewaard, en zoveel heeft gegeven. Ik heb nergens voor betaald, dus alles is genade in het leven. Ik wil u danken op dit moment, gewoon u bedanken voor wie u bent. Want u bent het waard, Heer, al mijn dank, mijn lof, mijn eer. Ik bied het u als offer aan, voor wat u in liefde voor mij hebt gedaan. Leer mij te danken, meer te danken, Heere God. Ja, u liet de zon vanochtend opgaan, iedere dag is een geschenk. Ik voel me rijk, een koningskind, als ik aan uw gaven denk. Hoe u mij altijd heeft bewaard, en zoveel heeft gegeven. Ik heb nergens voor betaald, dus alles is genade in het leven. Dus ik wil u danken op dit moment, gewoon u bedanken voor wie u bent. Want u bent het waard, Heer, al mijn dank, mijn lof, mijn eer. Ja, ik bied het u als offer aan, wat u in liefde voor mij hebt gedaan. Leer mij te danken, meer te danken, Heere God. Ik wil u danken op dit moment, gewoon u bedanken voor wie u bent. Want u bent het waard, Heer, al mijn dank, mijn lof, mijn eer. Ja, ik bied het u als offer aan, voor wat u in liefde voor mij hebt gedaan. Leer mij te danken, meer te danken, Heere God. Leer mij te danken, meer te danken, Heere God. Is an awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Our God
is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God.